De zaal stroomt helemaal vol voor de première van André en Alfred, want zo heet de film. Lennart van 10 en zijn 7-jarige broertje Victor zijn behoorlijk nerveus, want ze hebben er lang aan gewerkt. Ik had al helemaal voor me hoe het dan eruit zou zien op een groot scherm, maar het is gewoon veel, veel leuker en ik vind het heel anders. Jullie gaan een fietslot openmaken. Nou, dat is toch super makkelijk? Pak je gewoon een fietssleutel! Ik dacht ook, okay, gewoon net alsof doen alsof je gewoon thuis bent. Teddy, ga jij zo? Ja hoor, ja zeker. Ja? Ja, een grote première dus voor Lennart. Maar hij heeft de hele film gewoon thuis opgenomen met zijn vader, moeder en broertje. Nou. En ze hebben allemaal hun eigen pop. Hij lijkt ook een beetje op mij. Hij is ook een... Hij is een beetje slim en hij kan heel goed plannetjes bedenken. Dat doe ik ook soms op de set. Meestal is hij wel wat stout, maar soms kan hij ook wel heel lief zijn. We spelen allemaal in ieder geval puppets, spreken ook stemmen in. En daarnaast doe ik ook nog de styling, de kleding van de poppen. Het is heel erg leuk om samen met je kinderen iets te maken. En dat je samen uiteindelijk tot zo'n mooi eindproduct komt. Ik heb een leuke droom gehad over dat wij samen naar een pretparadijs gingen. De film is helemaal met een telefoon gefilmd. 2 jaar lang hebben ze eraan gewerkt. Hallo. Hallo. Jij moet mijn nieuwe meester zijn, toch? Nou, het is een spannende, maar het is ook wel grappig eigenlijk. Makkelijk was het maken van de film niet, want het bedienen van een pop is een hele klus. Deze hou je recht. En de duim, daar praat je het meest mee. Als je 10 zegt, dan hoef je alleen maar in klank te zetten van 10. En bij 7, 7. Ik laat hem zoveel mogelijk rondkijken en dan laat ik hem praten. Dat je hem hoog houdt en anders zakt hij helemaal in. En dan lijkt het net alsof hij een baby is of zo. En dat is dus goed gegaan. Ook het publiek vindt de film goed gelukt. Ik vond de film heel grappig, omdat ze al die leuke stemmetjes... Doe wat de meester zegt. Ik vond het ook heel grappig en het is ook leuk voor wat jongere kinderen. Lennart is tevreden en hij heeft zelfs al ideeën voor een volgende film. Ik denk dat dat ook een heel leuk verhaal gaat worden. Dus er komt sowieso nog een film? Je weet niet zeker, maar misschien brandt het huis af en alles. Maar ja, als dat niet gebeurt, dan denk ik dat er gewoon nog een film komt.